17e eeuw werd een deel van Frankrijk bezet door Engeland. In plaats van eensgezind de strijd tegen de vijand aan te binden, waren de Fransen onderling erg verdeeld. Godsdienst speelde daarbij een belangrijke rol. Ja, er waren edellieden die de kant van de koning kozen omdat ze meer godsdienstvrijheid wilden. Onder hen bevond zich een groep krijgslieden die bekend stonden onder de naam musketiers. Ze vormden een krijgshaftige groep. Meermaals hadden ze de Engelsen zware verliezen kunnen toebrengen. Maar de Roomse kerk versterkte de onderlinge verdeeldheid van de Fransen omdat ze niet wilden weten van meer godsdienstvrijheid. Haar leider was kardinaal Richelieu. In dit verhaal zien we hoe kardinaal Richelieu de strijd aanbindt tegen de musketiers. D'Artagnan, een moedige jonge man, was op weg naar Parijs om er dienst te nemen bij de musketiers. Reeds op zeer jonge leeftijd had hij ervan gedroomd een musketier te worden. Nu moet je weten dat niet zomaar iedereen werd toegelaten. Alleen de allerdappersten slaagden erin musketier te worden. Na een lange reis hield D'Artagnan halt bij een herberg. Er heerste een vrolijke sfeer. Bij het binnenkomen was er een edelman die D'Artagnan begon uit te lachen. En dat kan iemand die musketier wil worden niet dulden. Meneer, ja, u daar. Waar lacht u zo om? Oh, wat een zeldzame kleur heeft uw paard. Flink hoor, een paard uitlachen. Durft u dat ook met de berijder? Als ik lach, doe ik dat met wie ik wil. Niet wanneer ik dat niet wil. De man die D'Artagnan had uitgelachen, maakte aanstalten om de herberg te verlaten. Ga niet weg. Draai u om, zodat ik u niet in de rug tref. Mij treffen? Mij? Op datzelfde moment werd D'Artagnan neergeknuppeld. De edelman die hem bespot had, liep op hem toe, doorzocht zijn kleren, vond een brief en nam die mee. Toen D'Artagnan even later weer de ogen opende, stond de edelman bij een koets te praten met een mooie, jonge vrouw. De vrouw werd aangesproken met Milady, de aanspreektitel voor een voorname Engelse dame. D'Artagnan bekeek de vrouw aandachtig. Ze had een bleek gezicht met een paar grote blauwe ogen. Haar haren gingen krullend over haar schouders. Door de klap die hij had gekregen was hij nog versuft en hoorde hij maar een gedeelte van het gesprek. Milady, u moet onmiddellijk terugkeren naar Engeland en mij waarschuwen zodra de hertog Londen wil verlaten. Mij best. En wat gaat u doen? Ik heb een onderhoud met de kardinaal, Milady. Ik ga terug naar Parijs. Zonder die wilde man te straffen. Ondertussen was D'Artagnan weer rechtgekrabbeld. Straffen? Dat kan ik ook. Vooruit. Ieder oponthoud kan alles bederven. Dat is waar. Laten we gaan. Op het ogenblik dat de koets zich in beweging zette, merkte D'Artagnan dat zijn aanbevelingsbrief door de edelman gestolen was. Mijn aanbevelingsbrief? Lafaard! Hij is er met mijn aanbevelingsbrief vandoor! Het geroep van D'Artagnan was tevergeefs. Allerlei vragen doemden op in zijn geest. Hoe kon de edelman weten dat hij een aanbevelingsbrief voor de musketiers bij zich droeg? En wie was de geheimzinnige dame die Milady werd genoemd? Eén zaak was duidelijk. De edelman was een handlanger van kardinaal Richelieu. En de dame was vermoedelijk een spion. Meer gedachten kwamen er bij D'Artagnan niet op. Want door de harde klap voelde hij zich nog erg versuft. Ontgoocheld over het verlies van zijn brief zette hij zijn reis verder. Nog diezelfde dag bereikte hij Parijs. Hij vond een onderkomen op de eerste etage van het huis van de familie Bonacieux. De volgende dag bood D'Artagnan zich aan bij meneer de Tréville, kapitein van de musketiers. Ik begrijp dat het een grote gunst is het uniform van musketier te mogen dragen. Dat is inderdaad zo. Niemand wordt als musketier aangenomen voordat hij zijn moed heeft bewezen. Of nadat hij 2 jaar in een minder sterk regiment dan het onze heeft gediend. Maar ik zal een brief schrijven aan de directeur van de Koninklijke Academie. Daar zult u opgeleid worden in de schermkunst, het paardrijden en ook in dansen.
Hou me van uw vorderingen op de hoogte en waarschuw me als ik iets voor u kan doen. Jammer genoeg is de aanbevelingsbrief van mijn vader onderweg gestolen. Vertel eens, had die edelman soms een klein litteken aan de slaap? Ja. Was hij groot en gedroeg hij zich voornaam? Inderdaad. Wachtte hij toevallig op een Engelse vrouw? Ik zag hem staan praten met een vrouw die hij met Milady aansprak. Dat is hem. Als u weet wie die man is, vertel het me dan. Ik wil me wreken. Ik waarschuw u. Deze man is gevaarlijk. Hij werd door de kardinaal ingehuurd om tegenstanders van de Roomse kerk het leven zuur te maken. Wij vermoeden dat hij samen met de dame over wie u sprak een complot tegen de koning beraamt. Als je van de duivel spreekt, trap je op zijn staart. Terwijl meneer de Treville d'Artagnan de hele situatie duidelijk maakte, zag d'Artagnan de edelman met wie hij in de herberg slaags was geraakt door de straat lopen. Daar beneden is hij. Ik zie hem buiten lopen, de dief van mijn brief. In volle vaart stormde d'Artagnan de trap af. In al zijn haast liep hij tegen een man aan. Het bleek Athos te zijn, een geducht musketier. Het spijt me, maar ik heb haast. Denk maar niet dat ik daar genoegen mee neem. Ik verwacht u om 12:00 bij het klooster. Goed, ik zal er zijn. D'Artagnan draaide zich om en zette het weer op een lopen. Wat verder raakte hij verstrikt in de lange mantel van een andere musketier. Deze bleek Porthos te zijn. Hé, wat heeft het te betekenen? Het spijt me, maar ik heb haast. Hiervoor verdient u een lesje. Om 1:00 achter het paleis Luxembourg. Afgesproken. D'Artagnan was alweer weg en rende nu de hoek van de straat om. Die lag er verlaten bij. Na vergeefs te hebben rondgespeurd naar zijn dief, begon hij na te denken over wat er allemaal was gebeurd. De geheimzinnige edelman was hij nu uit het oog verloren. Op de koop toe stonden hem 2 duels te wachten. En dat was niet eens alles, want wat verder stond Aramis, een 3de musketier, te praten met 3 edellieden uit de garde van de koning. Hij liet een kanten vrouwenzakdoekje vallen. D'Artagnan bukte zich, raapte het zakdoekje op en wilde het aan Aramis overhandigen. Meneer, het zou zonde zijn als u deze zakdoek kwijtraakte. Aramis wilde omwille van een vrouwenzakdoekje de spot van zijn gezelschap niet op zich halen en beet fel van zich af. Die zakdoek is niet van mij. U liegt. Zo'n toontje slaat niemand tegen me aan. Trek uw degen, nu. Niet hier. We staan hier voor het huis van de kardinaal. Enfin, duelleren is verboden. Als de garde van de kardinaal ons hier ziet vechten, zou zij ons onmiddellijk gevangen nemen. Om 2:00 bij het huis van de Treville. Ik zal er zijn. Ondertussen was het voor D'Artagnan tijd om naar het eerste duel te gaan. Er was heel wat moed nodig om een duel te aanvaarden. Meermaals schoot immers 1 van de deelnemers er het leven bij in. Bovendien waren duels verboden bij de wet. Daarom worden ze altijd in het grootste geheim uitgevochten. Elke deelnemer bracht 2 secondanten of helpers mee, die toezicht hadden op het goede verloop van het duel. Precies om 12:00 verscheen Athos bij het klooster. We zullen nog even moeten wachten op mijn secondanten. Waar zijn de uwen? Ik ben pas in Parijs aangekomen en ken alleen meneer de Treville. Daarom heb ik geen secondanten. Ondertussen doemde in de verte een gestalte op. Wat? Is Porthos uw secondant? Tja, als u het niet erg vindt. Allerminst. En daar komt de andere. Aramis is uw 2de secondant. Ja, wij worden nooit alleen gezien. Ze noemen ons de 3 musketiers. D'Artagnan trok zijn degen. Maar voor Athos de kans kreeg hetzelfde te doen, verscheen een groepje soldaten. Vlug, die degen weg. Daar is de wacht van de kardinaal. Zij zijn met z'n 5, wij maar met z'n 3. U vergist zich, we zijn met z'n 4. Hoe heet je, dappere kerel? D'Artagnan. Welaan dus. Athos, Porthos, Aramis en D'Artagnan ten aanval. Op hetzelfde moment stortten de 9 strijders zich op elkaar. Voor D'Artagnan was het zijn eerste gevecht.
Hij vocht als een tijger. Behendig draaide hij om zijn tegenstander heen. Die had veel meer ervaring in het tegenvechten, maar werd verrast door de enorme inzet van D'Artagnan en ging daardoor in de fout. D'Artagnan greep zijn kans en stak zijn tegenstander neer. Ook de andere soldaten moesten het zwaar ontgelden. Zij sloegen op de vlucht. De musketiers lieten hen echter niet gaan voordat ze hun degen in beslag genomen hadden. Ik ben weliswaar nog geen musketier, maar ik ben nu toch wel als leerling musketier aangenomen, hè? De overwinning van de musketiers van de koning op de soldaten van de kardinaal verspreidde zich als een lopend vuurtje door Parijs. Koning Lodewijk XIII zat een beetje verveeld met de hele zaak, omdat nog maar eens was aangetoond dat Frankrijk een verdeeld land was. Bovendien vreesde hij de wraak van kardinaal Richelieu. Enkele maanden verstreken. D'Artagnan en de drie musketiers waren de beste vrienden geworden. Op bevel van de koning werd D'Artagnan ingedeeld bij de compagnie van de wacht. Omdat hij gehoopt had tot musketier benoemd te worden, was D'Artagnan ontgoocheld. Maar hij besloot zijn strijd om musketier te worden dapper verder te zetten. Op een dag kreeg hij bezoek van zijn huisbaas, meneer Bonacieux. Mijn vrouw is de linnennaaister van de koning. Gisteren werd zij ontvoerd. Ja, volgens mij houdt de ontvoering verband met de liefdesbetrekkingen van een zeer voorname dame. Toch niet? Jazeker, meneer. Met de hertog van. Enfin, mijn vrouw heeft het mij verteld. Iedereen weet dat de liefde tussen de koning en de koningin bekoeld is. Velen hebben de koningin in de steek gelaten. Bovendien laat kardinaal Richelieu haar voortdurend bespioneren om zo meer aan de weet te komen over de plannen van de koning. Ja, ten einde raad heeft de koningin haar toevlucht gezocht bij de hertog van Buckingham, de aanvoerder van het Engelse bezettingsleger. Bij hem kon ze haar hart uitstorten, ja. Ja, er wordt over geroddeld in Parijs. Op een of andere manier moet de kardinaal de relatie tussen de koningin en de hertog ontdekt hebben. De koningin vermoedt nu dat hij uit haar naam een brief naar de hertog van Buckingham heeft geschreven om hem naar Parijs te doen komen. Als hij eenmaal hier is, willen ze hem in een hinderlaag lokken. Zo kan heel Frankrijk zien dat kardinaal Richelieu de Engelsen een ernstige slag toebrengt. En hij gaat met de eer aan de haal. Maar wat heeft uw vrouw met dit alles te maken? Ja, vermoedelijk willen ze haar zo ver krijgen dat ze als spion gaat optreden. Als linnennaaister van de koning kan ze uiteraard heel wat te weten komen. Kent u de man die haar heeft ontvoerd? Mijn vrouw heeft me hem één keer aangewezen. Ik weet niet hoe hij heet, maar hij is in ieder geval een handlanger van de kardinaal. Het is een voorname edelman. Lang, met een bleek en nors gezicht en bruine haren zo. Aan de slaap heeft hij een klein litteken. Maar dat is de man die ik zoek. De dief van mijn brief. Weet u nog meer? Ja, deze brief heb ik vanmorgen ontvangen. Zoek uw vrouw niet. Als we haar niet meer nodig hebben, komt ze bij u terug. Mocht u proberen haar te vinden, dan loopt het slecht met u af. Bij zijn thuiskomst zaten de drie musketiers op D'Artagnan te wachten. Hij vertelde hen alles wat hij van meneer Bonacieux had vernomen. Het was niet makkelijk om zijn vrienden ervan te overtuigen dat de koningin geen slechte bedoelingen had. Bedenk dat er een vrouw bij deze zaak is betrokken. De koningin nog wel. En ze houdt blijkbaar van die vervloekte Engelsen. Onzin. Ze geeft maar om één Engelsman. En ik moet toegeven dat hij een nobel man is. Wist ik maar waar de hertog van Buckingham zich bevond, dan zou ik hem direct naar de koningin brengen. Alleen al om de kardinaal woedend te maken. Hij is tenslotte onze enige echte vijand. Op hetzelfde ogenblik kwam meneer Bonacieux binnengestormd, achterna gezeten door vier mannen. Het waren wachters van de kardinaal. Heren,
Help me! Help mij! Vier mannen willen mij arresteren! D'Artagnan gebood de musketiers echter Bonacieux niet te helpen. En toen de wachters met de gevangenen weg waren... Die ongelukkige werd gearresteerd! Terwijl wij musketiers werkloos toekeken. Wat bezielde je, D'Artagnan? Het ogenblik was niet gunstig. Buiten stonden nog veel meer wachters. Wees op jullie hoede. Vanaf dit moment is het oorlog tussen ons en de kardinaal. Vooruit, steek je hand op en zweer. Alle voor één. Eén voor allen. Allen voor één. Eén voor allen. Vanaf die dag werd het huis van D'Artagnan onafgebroken in het oog gehouden door de wachters van de kardinaal. Iedereen die het huis in wilde, werd aan een kruisverhoor onderworpen. 2 dagen na de arrestatie van meneer Bonacieux verscheen een oude dame bij het huis van D'Artagnan. Na een kort verhoor kreeg ze de toestemming het huis te betreden. Gegroet, heer D'Artagnan. Gegroet, mevrouw. Maar u bent helemaal geen oude vrouw. Op dat moment legde mevrouw Bonacieux haar vermomming af en vertelde wie ze was. Voor D'Artagnan stond een mooie vrouw van ongeveer 25 jaar. Mevrouw Bonacieux, ik dacht dat u... Dat ik ontvoerd was. Inderdaad, maar vannacht kon ik ontsnappen. Weet u soms waar mijn man is? Het spijt me, maar uw man zit in de gevangenis. Oh nee, wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft alleen maar het geluk en het ongeluk uw echtgenoot te zijn. Wist mijn man dat ik ontvoerd werd? Ja, hij kreeg een brief van de ontvoerder. Daarna heeft hij mij op de hoogte gesteld van de hele zaak. Vermoedelijk werd hij gevolgd door handlangers van de kardinaal en wil deze weten waar u naartoe bent gevlucht. De situatie begint gevaarlijk te worden. Hier kunt u niet blijven. Ik breng u naar de woning van Athos. Daar kan u veilig schuilen voor u terugkeert naar het paleis. Bij het huis van Athos nam D'Artagnan afscheid van de vrouw. In zijn ogen lag een verliefde blik. Intussen bevond meneer Bonacieux zich in de Bastille, de gevangenis van Parijs. Hij kreeg het bezoek van niemand minder dan kardinaal Richelieu. Meneer Bonacieux, mijn verontschuldigingen voor de slechte behandeling. Hier zijn 100 gouden franken als schadevergoeding. U krijgt nog meer als u mij voortaan komt vertellen wat uw vrouw u allemaal toevertrouwt. Ah, oui. Ik zal u alles vertellen wat ik aan de weet kom. Kardinaal Enfin, op mij kan u rekenen, hè? Ja. Nadat Bonacieux de gevangenis verlaten had, schreef kardinaal Richelieu een brief. Milady, ga naar het eerstvolgende bal dat door de hertog van Buckingham wordt bezocht. Op zijn schouder sieraad dat hij van de koningin cadeau gekregen heeft, zal hij 12 diamanten knoopjes dragen. Knipper daar 2 van af en waarschuw mij dan. Enige tijd later ontving kardinaal Richelieu een antwoord op zijn brief. Eminentie, ik heb ze. Stuur me geld om Londen te kunnen verlaten. Er verscheen een glimlach op het gezicht van de kardinaal. Als hij kon bewijzen dat de koningin een relatie had met de hertog van Buckingham, zou de koning in ongenade vallen bij het volk. Zo zou hij, Richelieu, de machtigste man van Frankrijk worden. Ik vraag zo vlug mogelijk een onderhoud met de koning. Koning Lodewijk XIII ontving kardinaal Richelieu in zijn vertrekken. En majesteit, mijn agenten hebben me verteld dat Buckingham in verband met een of ander duister politiek zaakje in Parijs is geweest. Het zou goed zijn in Parijs een feest te organiseren ter ere van het koninklijke paar. Zo kan het volk zien dat de koning en de koningin het nog steeds goed met elkaar kunnen vinden.
En mag ik u verzoeken de koningin te vragen of ze het schoudersieraad met de 12 diamanten zal dragen? U zal merken dat er met het sieraad iets aan de hand is. Na het feest zal ik u verklaren wat dit alles te betekenen heeft. Eminentie, ik zal aan uw verzoek voldoen. Zodra de koningin op de hoogte was van het vreemde verzoek van Richelieu, bracht ze mevrouw Bonacieux hiervan op de hoogte. Er moest dringend een brief naar de hertog van Buckingham gebracht worden, waarin de hele toestand werd verduidelijkt. Maar tot overmaat van ramp vroeg mevrouw Bonacieux raad aan haar man, die intussen de kant van de kardinaal gekozen had. Wil jij voor de koningin papieren naar Londen brengen? Anine, Anine, ik verricht nu diensten voor de kardinaal, die mij daarvoor veel, veel geld geeft. Ik ga hem vlug waarschuwen dat de koningin een boodschapper zoekt om naar Londen te gaan. Dat was natuurlijk dom van meneer Bonacieux. Nu zijn vrouw wist dat hij voor de kardinaal werkte, vertrouwde ze hem natuurlijk niet langer. Plotseling werd er hard op de deur geklopt. Mevrouw, open de deur! Ja, D'Artagnan, heeft u ons gesprek gehoord? Ja, ik stond net bij de achterdeur. Ik moet zeggen dat uw man een domkop is. Laat mij voor de koningin naar Londen gaan. Oh, maar hoe kan ik u vertrouwen? Door mijn liefde voor u. Oh, goed dan. Die garantie aanvaard ik. Na een moeilijke reis bereikte D'Artagnan de hertog van Buckingham. Nu mij de hele toestand uitgelegd hebt, zal ik u het schoudersieraad tonen. Lieve hemel, 2 van de knoopjes zijn weg. Ze zijn inderdaad gestolen. Dat is vast het werk van de kardinaal. Heeft u geen idee wie de dader zou kunnen zijn? Ik heb het sieraad maar 1 keer gedragen. Dat was op het bal van de koning in Windsor. Ik werd aangesproken door gravin de Winter. Zij moet de dader zijn. Mijn edelsmid moet zo snel mogelijk 2 nieuwe diamanten knoopjes maken die precies lijken op de overige 10. Toen vond in Parijs het feest ter gelegenheid van het Franse koningspaar plaats. Het feest werd een succes. De koningin verscheen stralend op het bal. Op haar linkerschouder schitterden 12 diamanten knoopjes op een blauw lint. De kardinaal stond versteld. Zijn hele plan was mislukt. Op het einde van de avond... Lieve dame, wanneer zien wij elkaar weer? Morgenavond, om 10 uur in Saint-Cloud, tegenover het paviljoen op de hoek van het huis van meneer Van Estrée. Na het feest begaf D'Artagnan zich naar huis. Daar vond hij een uitnodiging om zich de volgende dag aan te melden bij de kardinaal. De uitnodiging hield verband met de 12 diamanten knoopjes. D'Artagnan vertrouwde het zaakje niet en besloot de uitnodiging af te slaan. Waar hij echter wel naartoe ging, was naar de afspraak met mevrouw Bonacieux. Elf uur. Nog steeds geen mevrouw Bonacieux. Ik maak mij ongerust. Ah, daar. Een oude zwerver. Hé, beste man. Ik wacht hier al zo lang. Hebt u rond 10 uur geen dame gezien? Daar, aan de andere kant van het gebouw, zag ik 3 mannen een vrouw in een koets duwen. Hoe laat was het op dat moment? De klok sloeg 9:30. D'Artagnan gaf de man een goudstuk als beloning. Om zijn verdriet te sussen, begaf hij zich naar de herberg waar de musketiers zich vaak bevonden. Athos, die een beetje te veel gedronken had, sprak D'Artagnan dadelijk toe. Wees blij, D'Artagnan. Vrouwen brengen alleen maar ongeluk. Ik begrijp er niets van. Luister maar eens naar het volgende. Een van de graven uit mijn provincie werd op 25-jarige leeftijd verliefd op een beeldschoon meisje van 16. Ze woonde samen met haar broer. Niemand wist precies wie zij waren. Mijn vriend trouwde dat meisje. De stommeling. Hij maakte haar de eerste dame van zijn provincie.
Op een dag viel ze van haar paard. Ze kwam in ademnood en hij sneed haar kleren open om haar meer lucht te geven. Weet je wat de graaf op haar ontblote schouder ontdekte? Nou? Een lelie. Het teken van een misdadiger was in haar huid gebrand. En wat deed de graaf toen? Hij was rechter op zijn gebied. Hij hing haar op aan een boom. Dat heeft me vergoed van mooie vrouwen en de liefde genezen. Na dit aangrijpend verhaal begaf D'Artagnan zich naar huis. Enige tijd later was hij getuige van een woordenwisseling tussen een man en een vrouw. Als hoofse ridder koos D'Artagnan de kant van de vrouw. Mevrouw, als deze ruiter u lastig valt, zal ik hem straffen als u dat wilt. Meneer, die man is mijn zwager. Meneer, ik wil eens zien hoe snel u op de degen bent. Vanavond om 6:00 achter het paleis Luxembourg. Ik zal er zijn, met 3 vrienden. Wie bent u trouwens? D'Artagnan, een edelman in dienst van de garde. En wie bent u? Lord de Winter, baron van Sheffield. Die avond waren beide kemphalen stipt op tijd. En garde! Een hevige strijd barstte los. Athos doodde zijn tegenstander. Porthos verwondde zijn aanvaller. Aramis joeg zijn belager op de vlucht. En D'Artagnan tenslotte ontwapende de baron. Ik kan u doden, meneer. Maar omwille van uw lieflijke schoonzus zal ik u laten leven. Ik ben verslagen. Als u wilt, zal ik u vanavond aan haar voorstellen. Vanaf die dag kwam D'Artagnan bijna elke avond bij de vrouw aan huis. Hij werd verliefd op Milady en vergat daardoor zelfs mevrouw Bonacieux. Op een avond... Hebt u eigenlijk een verloofde? Sinds ik u heb ontmoet, bestaat er voor mij geen andere. D'Artagnan bleef de hele nacht bij Milady. De volgende ochtend... Mijn God! Milady! Jij draagt de lelie! Het onuitwisbare brandmerk van de beul! Nu je mijn geheim kent, moet je sterven! D'Artagnan vluchtte het huis uit en trommelde onmiddellijk zijn vrienden de musketiers. Het gaat om Milady! Op haar schouder is een lelie gebrandmerkt! Wat? Weet je wel zeker dat die andere dood is, Athos? Die andere? Je hebt onlangs over haar verteld. Is deze vrouw 26 jaar? Blond? Lichtblauwe ogen? Ja! Ze is lang en heeft een goed figuur. Ja, ja! De lelie is klein? Ja! Dan is er geen twijfel mogelijk. Wees op je hoede. Ze zal ongetwijfeld wraak nemen. Weer kwam er voor D'Artagnan een uitnodiging om zich bij de kardinaal aan te bieden. Deze keer aanvaarde hij. Voor uw eerste weigering om hierheen te komen werd u gestraft. Denk maar eens aan wat de dag daarna gebeurde. Mevrouw Bonacieux werd ontvoerd. Ik doe u een voorstel. Ik bied u een plaats aan in mijn garde. Eminentie, als ik in de toekomst met een moedige daad uw aandacht opnieuw trek, ben ik de bescherming die u mij aanbiedt wellicht beter waardig. Wees op uw hoede. De vier vrienden kregen bevel zich klaar te maken voor een veldtocht. De koning had besloten tot de belegering van La Rochelle. Op 10 september 1627 bereikte de garde, waaronder D'Artagnan, het kamp dat voor La Rochelle was opgeslagen. Even later kwamen de musketiers aan in het kamp. Jullie komen net op tijd. Heb je ook nog fatsoenlijke wijn? Jazeker, die van jullie. Van ons? Ik heb 12 flessen wijn aangekregen. Op dat moment stortte een van de makkers van D'Artagnan bij de garde neer. Hij had van de wijn gedronken. Vervloekt! Zou dit het werk zijn van Milady? Wie is die Milady? Van een spion heb ik vernomen dat ze naar Engeland gaat om Buckingham te doen vermoorden. Of wie weet, misschien vermoordt ze hem zelf wel. Heeft die Milady een zwager?
Ja, ja. Lord de Winter in Londen. We zullen hem waarschuwen dat zijn schoonzus van plan is iemand te vermoorden. En hem vragen haar in de gaten te houden. We moeten zowel de koningin als Lord de Winter waarschuwen. Ik ken iemand die hare majesteit wel tijdig een bericht in handen kan spelen. We moeten zowel een brief naar Parijs als naar Londen laten brengen. De tijd drong nu. De koerier van de musketiers bereikte nog voor Milady Lord de Winter. Milady werd vrijwel onmiddellijk gevangen gezet. Echter niet voor lang. Met een list kon zij ontsnappen. Bovendien kon zij een van haar bewakers ertoe aanzetten de hertog van Buckingham te doden. Inmiddels hadden de musketiers door toedoen van de koningin vernomen dat mevrouw Bonacieux zich in het klooster van Béthune bevond. Milady was intussen uit Engeland gevlucht. Zou ze nu haar wraak verder botvieren op Constance Bonacieux? Zij bereikte het klooster voor onze vrienden. Door list wist ze ook het vertrouwen van Constance te winnen. Ook ik ben op de vlucht voor de mannen van de kardinaal. D'Artagnan zal mij komen halen. Nee, vanmorgen is mijn broer mij hier in het klooster komen opzoeken. Hij is aan de weet gekomen dat gardisten van de kardinaal verkleed als musketiers op weg zijn naar hier om ons gevangen te nemen. Oh, ik ben bedrogen. Vanavond zal mijn broer een rijtuig sturen om ons in veiligheid te brengen. Oh, wat ben ik u dankbaar. Oh, wie zijn dat? De gardisten van de kardinaal. We moeten vluchten. Ja, ja. Vlug. Via de tuin halen we het net. Over 5 minuten is het te laat. Schiet op, mevrouw. Hoe ziet u dan niet dat mijn krachten het begeven? Milady opende haar ring en goot een rood poeder in het glas van Constant. Drink dit. Het zal u kracht geven. Oh, waar loop je heen? Laat me niet achter. D'Artagnan, ben jij het? Ja, Constance. Ze zei maar steeds dat je niet zou komen. Zij? Wie bedoel je zij? Gravin de Winter. Oh, ik... Constance! Verdomd! Oh nee! Hier, het glas waaruit zij heeft gedronken. Wat een smerig verraad! Op dat moment verscheen er plotseling een man in de deuropening. Ik zoek dezelfde vrouw als u. En ik zie aan al dit leed dat ze hier is geweest. Heren, ik ben Lord de Winter. Welkom, milord. U bent een der onzen. We moeten dringend maatregelen treffen. Als er maatregelen moeten worden getroffen, is dat mijn zaak. De gravin is tenslotte mijn schoonzuster. En mijn vrouw. Wat? Wat? Na een lange speurtocht ontdekten de musketiers waar Milady zich bevond. Ze stormden het huis binnen. Stop dat wapen maar weg, D'Artagnan. De vrouw moet berecht en niet vermoord worden. Nog even geduld en je zult tevreden zijn. Wat wilt u? Wij willen Anna de Bruy, die aanvankelijk gravin Lefaire heette, en vervolgens Lady de Winter, baronesse van Sheffield. Dat ben ik. Wij willen u om uw misdaden berechten. D'Artagnan, spreek als eerste je beschuldiging uit. Ik beschuldig deze vrouw van vergiftiging van Constance Bonacieux. Dat bevestigen wij. Dat bevestigen wij, ja. Voorts beschuldig ik deze vrouw ervan mij te hebben willen vergiftigen met wijn die zij mij heeft toegestuurd. Waarbij ze het deed voorkomen alsof die van mijn vrienden afkomstig was. Een andere man is evenwel in mijn plaats gestorven. Dat bevestigen wij. Dat bevestigen wij, ja. Uw beurt, milord. Ik beschuldig deze vrouw van de moord op de hertog van Buckingham. Oh, wow. Wat? En dat is nog niet alles. Mijn broer, die deze vrouw tot zijn erfgename had gemaakt, is binnen 3 uur overleden aan een vreemde ziekte die lichte vlekken op het lichaam achterlaat.
tegen de wil van mijn familie in trouwde ik deze vrouw toen ze nog een jong meisje was. Ik gaf haar mijn naam en mijn fortuin. Op een dag ontdekte ik dat deze vrouw gebrandmerkt was met een lelie op haar linkerschouder. Welke straf eis je tegen deze vrouw? De doodstraf! De doodstraf. Porthos en Aramis, jullie zijn haar rechters. Welk vonnis spreken jullie over deze vrouw uit? De doodstraf! Ah! Nog diezelfde dag werd de doodvonnis door een beul uitgevoerd. Bedroefd keerden onze vier vrienden naar Parijs terug. Weer werd D'Artagnan bij de kardinaal ontboden. Ik heb bevel gegeven u te arresteren. Weet u ook waarom? Nee, want het enige waarvoor ik gearresteerd zou kunnen worden is uw eminentie nog niet bekend. U wordt ervan beschuldigd een briefwisseling met vijanden van het koninkrijk te hebben gevoerd en op slinkse wijze staatsgeheimen te hebben ontdekt. Bovendien wordt u ervan verdacht te hebben geprobeerd de plannen van uw generaal te dwarsbommen. Wie heeft dat beweerd? Een vrouw die door de justitie is gebrandmerkt en die zowel in Frankrijk als in Engeland was getrouwd? Een vrouw die haar tweede echtgenoot heeft vergiftigd en dat ook met mij probeerde? Over welke vrouw hebt u het? Over Lady de Winter, ook wel Milady genoemd. Als zij die misdaden inderdaad heeft begaan, zal zij worden gestraft. Eminentie, dat is al gebeurd. De kardinaal verzonk in stilzwijgen en D'Artagnan vreesde dat zijn doodvonnis al vaststond. Ten slotte keek Richelieu omhoog in het openhartige gezicht van de jonge man tegenover hem. Hij vermoedde dat een grote toekomst voor deze jonge man was weggelegd. En bovendien had hij spijt van alles wat hij gedaan had om het de koning moeilijk te maken. En in zijn hart was hij eigenlijk maar al te blij van Milady te zijn verlost. Daarom zei Richelieu: D'Artagnan, u krijgt van mij een aanstelling als luitenant bij de musketiers. En zo ging voor D'Artagnan een oude droom in vervulling. Officier worden bij de musketiers. En de kardinaal? Die waste zijn handen in onschuld en leefde verder als een waardig man.